Welkom bij de Cliëntenraad. Advies geven over het verbeteren van kwaliteit van leven van cliënten. Een belangrijke taak voor de Cliëntenraad. Ga met de bestuurder in gesprek over kwaliteit van leven. Maar wat betekent eigenlijk kwaliteit van leven? Ik ben lid van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht, omdat ik daar terecht kan voor mijn favoriete schrijvers, en dat zijn onder andere Scandinavische schrijvers. Ik heb namelijk Scandinavische talen gestudeerd en ik heb daar ook gewoond en ik ben zeer geïnteresseerd in de literatuur van met name van Scandinavië, maar zeker van Noorwegen. Binnen zoek ik niks. Ik ben graag buiten. In de zon en in de regen ook als het moet. Dat is allemaal goed. Ze krijgen me zomaar niet binnen. Dat gaat niet. Hierachter hebben ze nog wat bloemen en zo. Nou ja, dan help ik daar. Hier hoeven ze maar aan de bel te trekken en dan ben ik er. Ja, ik heb liever, als je ergens naartoe gaat, dat je een beetje leuke mensen en goede kennissen ziet, als iemand iets zit te chagrijnen, bij wijze van spreken. Dat doen wij niet, hè? Dat doen wij niet. Ik geniet ervan, want anders zou ik zo stijf als een eind hout. Want als we naar het dorp gaan, dan vat ik de rollator. En als het redelijk weer is en het is open weer, dan heb ik thuis in de rolstoel staan. Ik heb een televisie, ik heb een radio. Ik vind deze kamer heel leuk, heel gezellig en ik ben hier graag. Prima. En ik doe graag lopend mijn boodschappen, zolang dat kan. Want ik bedoel, in huis zitten, daar word ik helemaal gezend wijzer van. Ja, zo zijn er zoveel dingen. Als ik op mijn fiets stap, dan kom ik pas dat leven. Ja. Ik zeg heerlijk. Ik vind het belangrijk dat ik begeleiding krijg, omdat ik me dan veilig voel. De iPad betekent contact met de buitenwereld. Het op de hoogte blijven en jeugdtraining. Je moet een algemene belangstelling houden. En daar ook gebruik van maken. Of zijn kan heel leuk zijn. Met jezelf er iets mee doet. Kwaliteit van leven is voor iedereen verschillend. Hoe wordt door uw zorginstelling gewerkt aan de kwaliteit van leven? Kijk samen met de bestuurder naar deze film. Bespreek met elkaar de onderwerpen en stel een stappenplan op. Bespreek het stappenplan in de raad en met de instelling. Werk zo samen aan het verbeteren van kwaliteit van leven. Succes!